het maken van hulps gebruik je een sauté-stokje. En dan rijd je één voor één groene druifjes aan. Je kunt ook wisselen met groene druifjes en rode druifjes. Je kunt ook zeggen van hey, ik doe er een stukje plakje banaan tussen. Dat mag je helemaal zelf weten. Het is jouw rupsje. Het kopje van de rups is een paarse grote druif. Voor het kopje van de rups steek je in de bovenkant met een klein steekplekketje twee gaatjes. En daar steek je een stukje hagelslag in. XXL hagelslag werkt best. Dat zijn de voelsprietjes van de rups. Om de oogjes van de rups te maken, prik je met hetzelfde satéprikketje twee kleine gaatjes in de zijkant. En daar stop je zo'n zilveren kraaltje in die je kunt kopen als versiering of andere kleuren kraaltjes. Het mogen wel de dikkere kraaltjes zijn, anders dan zie je ze niet terug. En dan is je rupsje helemaal klaar. Wil je ook andere vuistfiguren maken? Check dan de rest van de video's. Wil je meer weten over de complete challenge? Ga dan naar www.klaskehaarkookworkshops.nl/challenge.